Ik ben Hauk Muller, ik ben 38 jaar. Ik ben getrouwd. Ik heb een dochter van 15 maanden. Ik woon in Rheden. Ik heb NVS 18 jaar. En ik werk bij Intratuin Arnhem. Mijn epilepsie werd voor het eerst ontdekt toen ik ongeveer 5 tot 7 jaar was. Als broer ben ik natuurlijk opgegroeid met Hauk en ook met zijn epilepsie. Dus op zich was het voor mij wel redelijk normaal dat hij af en toe op de grond ging liggen. En dan gingen er altijd mensen bij staan kijken, dat vond ik wel een beetje apart. Maar voor ons was het eigenlijk vrij normaal, zoals we bij de mee opgegroeid. Voor de NVS kon ik eigenlijk niet veel blijven staan, want ik trok helemaal weg met mijn linkerarm. En daardoor, daardoor verlies je dus je evenwicht. En ik had ongeveer 45 aanvallen per maand. Toen we klein waren, kon ik wel zelfstandig de wijk in lekker spelen. En voor Hauk was er eigenlijk altijd wel een volwassene nodig die hem enigszins in de gaten kon houden. Ook later, toen we ouder waren, kon ik gaan stappen, biertjes drinken. Maar met medicatie en zijn aanvallen was dat voor Hauk dus niet mogelijk. Dus ik heb eigenlijk nooit als boer met hem een keer lekker wezen stappen en biertjes wezen drinken en gek wezen doen. In eerste instantie heb ik mijn epilepsie behandeld door medicatie. Toen dat niet meer bleek te werken, zijn ze gaan kijken naar neurochirurgie. En toen dat niet mogelijk was, toen zijn we overgeschakeld naar de NVS-therapie. De geneesmiddelen hebben toch wat bijwerkingen veroorzaakt bij mij. Door middel van sufheid, sloomheid, minder alert. Dus een soort, dat soort bijwerkingen waren er wel. Ik keek tegen NVS-therapie met een open vizier, want het was een nieuwe inslag in het bestrijden tegen epilepsie. De operatie is goed verlopen. Ik heb geen complicaties gehad. Dus ik mocht vrij vlot weer naar huis. Ik merkte dat de NVS-therapie een verschil gaf in mijn aanval. Dat merkte ik eigenlijk ook vrij vlot. Ik ging vrij vlot naar beneden qua aantal aanvallen per maand. En ik zit nu nog op een aantal aanvallen van 10 ongeveer per maand. Ja, wel met behulp van medicatie overigens nog. De aanvallen zijn anders geworden, ze zijn in ieder geval een stuk lichter geworden. De hele zware aanvallen zijn eigenlijk uit. Of dat komt er nog even bij zijn, maar dat is niet te veel vaak meer. Ik zie ook wel eens de magneet gebruiken om een aanval te onderdrukken. Ja, inderdaad, hij krijgt dan geen aanval, dus volgens mij werkt het hartstikke goed. Als ik een aanval voel aankomen, dan pak ik de magneet en dan gebruik ik hem op deze manier. Ik ga er dus goed overheen waar hij zit. En dan slaat hij aan. Ik heb geen last van bijwerkingen van de NVS-therapie op dit moment. Nee, die zijn met de laatste operatie helemaal weg. Sinds dat ik NVS-therapie heb, is sowieso mijn levenskwaliteit natuurlijk vooral verbeterd. Ik kan in een winkel werken. Dat was anders niet mogelijk geweest. Ik kan beschrijven hoe mijn leven is veranderd sinds NVS-therapie. Ik woon nu op mezelf met een gezin. Toen ik dat niet had, was het eigenlijk niet mogelijk. Zoveel aanval had ik. Een voorbeeldje om te noemen, ik ben van 24 uur zorg. 24 uur zorg per dag naar hulp op afroep gegaan. Voordat Hauk de NVS-therapie kreeg, was zijn vooruitzicht dat hij niet zelfstandig kon wonen, niet een relatie kon hebben, geen kinderen zou hebben. Ja, en hij wordt nu zelfstandig, heeft een baan en gaat zelf naar zijn werk. Maar heeft een vrouw, een kind. Ja, dat zijn gewoon twee totaal verschillende werelden. Dat is echt niet voor te stellen.